Ik zou hier elke zaterdagochtend zijn, denk ik, als ik Max Verstappen was. Zandvoort is er niks bij. 4 jaar geleden werden de eerste stappen gezet voor een gastvrije Waaldijk. Tussen Sprok en Gorkum zou de dijk ruimte bieden aan voornamelijk fietsers en voetgangers en was de auto te gast. Maar in een nieuw masterplan dat vorig jaar werd gepresenteerd door de provincie Gelderland ziet de dijk eruit als één lange snelweg voor auto's. En is er volgens de bewoners maar weinig rekening gehouden met verkeersveiligheid. Uiteindelijk worden wij nu geconfronteerd met een plan waarin we daar eigenlijk niets van terugzien. En wij vrezen dan voor die veiligheid van die fietser en voetganger. Het ontwerp zoals het nu gepresenteerd is, lijkt mij een feest voor Max Verstappen. Je kan die bochten hier prachtig recht sturen. Ik zou hier elke zaterdagochtend zijn, denk ik, als ik Max Verstappen was. Wij zijn als bewoners inderdaad helemaal niet betrokken. Hè. In 2017 heeft de ANWB dit plan geopperd. Toen is het verder uitgewerkt door allerlei partijen, waterschap, provincie, gemeente. Die hebben daar jarenlang aan gewerkt, hè, 5 jaar tot nu. In de tussentijd geen enkele bewoner hierover geraadpleegd. En nu ligt dit plan er. En dit plan is ook een plan waarvan de ANWB zegt, wij hebben hier niet meer aan meegewerkt en wij snappen heel goed dat Veilig Verkeer Nederland hier vraagtekens bij zet. Nou, we hebben als bewoners verschillende brieven verstuurd. Ook echt namens 80 kilometer dijkvak richting waterschap, provincie, gemeente. Tot nu toe hebben wij van onze eigen gemeente een reactie gekregen. En die nodigt ons uit voor een gesprek. Maar geeft niet aan hoeveel ruimte er daadwerkelijk gaat zijn om iets met onze inbreng te gaan doen. RN7 heeft het waterschap, de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe om een reactie gevraagd. Ze lieten schriftelijk weten rekening te hebben gehouden met de behoefte in de omgeving om de dijk aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Verder zeggen ze dat omwonenden tijdens de uitwerking van het plan inspraak zullen krijgen. Ook de Fietsersbond ziet dit plan niet zitten. We hebben als Fietsersbond Overbetuwe, afdeling Overbetuwe, een gesprek aangevraagd met de gemeente Overbetuwe. We hebben daar een brief over gestuurd met ons standpunt. En het standpunt is dat we vinden dat het wegprofiel van een dijk zich niet toeleent om alle verkeer gastvrij daarop toe te laten. Dus zul je keuzes moeten maken. En onze keuze is dat je zegt stroomroute voor fietsers en voetgangers en bestemmingsroute voor het autoverkeer. Nou, wat wij willen is echt een beter plan dat veel meer uitgaat van het idee fietser en voetganger zijn hoofdgebruiker en auto te gast. Het huidige plan zoals het er nu ligt dient eigenlijk niemands belang, behalve misschien het belang van een auto die heel hard kan racen. Dus wat ons betreft is echt wel iedereen welkom op die dijk, maar dan moet daar wel duidelijk op gestuurd worden en dat zien we gewoon niet terug.